Iedere week testen we hebben dingen op hun functionaliteit en vooral gebruiksvriendelijkheid. Vandaag de Apple Watch en de nieuwe iPad. Maar ja, het is die tijd van het jaar dat Apple al hun nieuwe snufjes uitbrengt. Dus heb ik besloten de Apple Watch Series 5 en de 7e generatie iPad samen te bespreken. Anders sta ik hier iedere week te appelen. Ik zal er niet super diep op ingaan, maar vooral wat dingen eruit pikken die mij al erg opvielen. En waarom je deze moet kiezen over hun voorgangers of waarom je ze juist beter links kan laten liggen. Nou, ik zal beginnen met de iPad. Daar zitten vooruitgangen vooral in de software. Want na besturingssysteem iOS, macOS is er nu speciaal voor de iPad. Heel logisch, iPadOS. Veel klachten op de iPad gingen namelijk vooral over dat het scherm niet goed genoeg benut zou worden en dat vooral een XL-versie van de telefoon zou zijn. Nou, iPadOS is daarom vooral goed nieuws en dat kan ik ook gelijk laten zien. Want de homescreen, nou, zoals je meteen kan zien, heeft een upgrade gekregen. Je kan hier aan de linkerkant allemaal widgets installeren, zoals het weer, agendapunten, laatste apps, het nieuws, allerlei dingen die ja, het scherm veel nuttiger maken dan gewoon helemaal vol te stouwen met allerlei app-icoontjes. Daarbij heeft Safari ook een upgrade gekregen. Het is veel meer een desktop variant geworden dan een echte mobiele browser. En je kan hier ook veel beter mee multitasken. Kan ik even kort laten zien. Ik heb nu, ik sta hier op de website van Apple, maar stel dat je even wil kijken voor een liedje die je wil aanzetten of wil switchen, kun je dat hier eroverheen zetten. Je kan er ook nog meer mee doen. Oh, dit zal het voor mij nog even wennen. Ik swipe hem iedere keer weg. Nog steeds. Ja, hier. Stel dat je bijvoorbeeld daar nog taken bij wil hebben, kun je dat iedere keer opzij schuiven. En kun je net zoals bij je telefoon met het omhoog schuiven kijken van nou welke app wil ik gebruiken naast dat ik aan het browsen ben. Dit kun je ook nog op een andere manier doen. Door bijvoorbeeld hem te pakken en hem helemaal naar de zijkant te schuiven. En hem echt dual screenen. Nou, dan kun je het nog een beetje in formaat aanpassen. Maar daarmee is het veel lekkerder werken. Dat vind ik een hele goede upgrade. Dit kan alleen met Safari en nog niet op Chrome en Firefox. Dat is wel jammer, maar ik vind het een hele mooie tool. Verder is het wel heel erg wennen, want je kan heel veel met je vingers doen die je eigenlijk niet weet. Dus dat zou ik zeker even uitzoeken. Zoals met teksten, je kunt teksten, als je met drie vingers het tekst vastpakt, dan kopieer je het, zet je het terug, dan doe je het bij elkaar. Het heeft heel veel tools die heel lastig zijn nu voor mij om te laten zien op zo'n klein schermpje. Maar die heel erg handig zijn. Ik zou zeker even aanraden om goed te kijken wat kun je allemaal doen met snel toetsen en met je vingers. Want er zitten echt heel veel leuke dingen bij. Nog een extraatje wat ik echt top vind, is de USB-stick en een externe harde schijf die je gewoon in kan stoppen. Nou, dat we die dag ook nog zouden zien. Fantastisch. Hier aan de zijkant, bij de Lightning Port, kun je een adaptertje voor kopen. En dan kun je er ook echt gewoon je USB-stick in doen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld bij bestanden, zoals je hier kan zien, bij de bestanden app krijg je dan gewoon hier een icoontje en dan heb je daar gewoon je USB-stick waar je alles vanaf kan halen of kan afspelen. En dat geldt ook voor een externe harde schijf. Dus dat kan wel echt van meerwaarde zijn. Ik ben dus zeer te spreken over de software. Die maakt deze iPad en ook een aantal andere vorige edities die ook kunnen runnen op de nieuwe software een stuk beter en vergroot de meerwaarde van een iPad over een telefoon. Maar verder vind ik het een grote tegenvaller en geen enorme vooruitgang op de vorige generatie. Het scherm mag dan groter zijn met een hogere resolutie, de scherpte is hetzelfde gebleven. Als ook deze hele dikke randen, waarvan ik toch een beetje hoopte dat ze nou eens zouden lozen, net zoals bij de Pro. Verder heeft hij dezelfde chip, dezelfde camera's en dezelfde accu. Pennetje kun je er ook voor gebruiken, maar ook versie 1 en niet die laatste die de Pro had. Plusje is een smart connector, nou je had het al gezien. Waarmee je dit mooie toetsenbord kan aansluiten. Die kost je alleen wel zo'n €180. Vind ik best wel heftig. Dat is bijna de helft van de nieuwe prijs van een iPad. Van zo'n €389 voor de 32 gigabyte versie. Kortom, het aanschaffen niet waard vind ik als je nog een recente iPad hebt liggen. Ik geef de iPad 7, daarom dan ook een 4. Nou, dan gaan we door naar de Watch. Ik zet deze weer even aan de kant. Want die is er weer in een 40 en een 44 mm versie. Net zoals de versie van vorig jaar. Hij is wel duurzamer dan zijn voorganger en van sterker en gerecycled materiaal gemaakt. Het grote verschil is dat hij het scherm altijd aan laat staan. Nou, dat kan ik wel even laten zien. Even kijken, ik pak hem erbij. Even kijken of die is een beetje goed te zien daar. Kijk, nou goed. Nu krijg je hem gewoon te zien zoals je altijd de Apple Watch ziet. Maar als ik hem aan de kant hou en hij is standby. Ja, dan kan ik dat zo een beetje laten zien. Ja, dan zie je al, het scherm is een stuk donkerder geworden. En dit is echt een stand-by stand. Het kost niet heel veel batterij. De accu-tijd blijft dan ook hetzelfde. Maar hij blijft wel altijd aanstaan. En zodra je hem dan weer naar je gezicht haalt. Nou,
Goed, dan wordt hij weer, laat hij je mooie wijzerplaat weer zien en al je, ja, je widgets en wat je er ook op hebt zitten. Hij is ook voorzien van een ingebouwd kompas voor betere navigatie en het geheugen is uitgebreid van 16 naar 32 gigabyte. Nou, met de upgrade naar WatchOS 6 is ook de App Store toegevoegd en een decibelmeter. En die laatste is heel handig voor alle liefhebbers van feestjes en festivals. Hij waarschuwt namelijk als het veel te hard is en dus je oordoppen in moet doen. Ook is er extra aandacht gegaan naar de vrouwelijke gebruikers. Die kan ik ook wel even laten zien. Ik denk, wat gaat dat nou zijn? Ik heb hier, even kijken hoor. Hier is toevallig een decibelmeter. Nou, ik praat dus ongeveer met een geluidssterkte van 74 decibel. Goed om te weten, heel veel mensen zeggen dat ik een veel te harde stem heb. Even kijken. Dan hebben we hier de menstruatiecyclus. Ik heb hem zelf ingevuld. Even wat info opgevraagd bij wat collega's natuurlijk. Want goed, ja, ik heb er vrij weinig aan zelf. Maar dit kun je allemaal bijhouden. Menstruatiesymptomen, seksuele activiteit, noem maar op. Dat geeft dus aan wanneer je ongesteld wordt. En dus ook wanneer je seks moet hebben als je graag voort wilt planten. Nou, dat is een leuk extraatje. Wat ook een leuke extra is het Apple Watch Studio. Waar je alle soorten en maten bandjes kan combineren en bestellen. Nou, het is allemaal geen mega upgrade, maar wel een prima tussenmodel. Het kost zo'n €450. En de Apple Watch Series 5 krijgt daarom van mij een 7. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.